Yo mensen, vet dat jij kijkt naar deze nieuwe serie hier op mijn kanaal Ekkie. Je kan misschien afvragen, Ekkie, is dit weer een nieuwe serie hier op jouw kanaal? Ja mensen, dit is weer een nieuwe serie. En misschien vroeg je je ook af, Ekkie, hoe kom je aan al die nieuwe series? En waarom doe jij al deze nieuwe series op jouw kanaal? Dan ga ik gewoon piepfijn haarfijn aan jullie uitleggen. Ik ga het gewoon kort samenvatten. Ik had een straalpoel geplaatst op Twitter welke series jullie allemaal nog meer leuk vonden om te zien op mijn kanaal. En jullie hebben daar gewoon lekker massaal op gevoot. En ik zat te denken, waarom zou ik gewoon niet meerdere series doen? En waarom zou dat niet leuk zijn? Want jullie stemmen waren allemaal een beetje gelijk. Welke series jullie allemaal nog meer wouden zien. En ik dacht, ja, waarom doe ik dat allemaal niet? Allemaal gewoon. En ik vond het hartstikke awesome. Ik laat nu wel even wat screenshots. Tenminste, wat thumbnail screenshots. Gewoon alle thumbnails in beeld laten komen. Welke series er allemaal op mijn kanaal komen. Dan weet je ook een beetje van hoe en wat. En wat er allemaal komend gaat op mijn kanaal. En je kan misschien afvragen, Ekkie, waarom heb je dit gedaan? En waarom doe je dit? Ik wil wat meer, ja, zekerheid op mijn kanaal. En ik wil gewoon dat jullie weten, jullie kijkers weten wat voor series er allemaal op mijn kanaal komen. En wat er allemaal is. En ik ben nu best wel low, dus ik durp nu even weg. We spelen, by the way, nu voor de mensen die geïnteresseerd zijn, Hypixel Sky Clash. Volgens mij heb ik net ook gezegd, maar dat maakt helemaal niks uit. Dat is weer een nieuwe serie. Dat heb ik ook gezegd. Je valt in herhaling, oké? Laten we die even zo plaatsen. Ik weet niet of het was. Ik weet niet of het slim was, maar het zal allemaal wel. Laten we gewoon lekker deze kant op durpen. Maar ja, daar kwam het een beetje op neer. Dus ik wou gewoon meerdere series op mijn kanaal uploaden. En don't do that, man. Don't freaking do that. Maar ik wou gewoon meerdere series op mijn kanaal. En ik dacht, ja, waarom ga ik niet al deze series doen? En ik vind het gewoon heel erg leuk om meerdere series te doen. En ik vind het gewoon leuk dat jullie wat houvast hebben. Dat jullie weten welke series er allemaal komen op mijn kanaal. En wat er komen gaat. Dus vandaar dat ik eigenlijk deze dingen heb gedaan en dat ik het gewoon leuk vind. En ik vind het ook gewoon leuk om meerdere series te doen, niet alleen Minecraft Hunger Games of Skywars of I don't know. En ik vind het ook gewoon fijn uit gewoon mezelf, gewoon dat ik weet wat er allemaal komen gaat en niet dat ik de hele tijd hetzelfde loop te doen. En ik vind het gewoon dat mijn kanaal er dan wat georganiseerder uitziet, oké? Het is niet een... Oké, als ik het nu een beetje uit moet leggen, ik vind nu één grote... trashcan, als je niet weet wat een trashcan is. Dat is gewoon een prullenbak. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dat vind ik een beetje op dit moment van mijn kanaal. Hoe het tenminste eruit ziet qua series. Ik upload allemaal random dingen. En dit en weer dat. En dat en weer dit. Dus daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Oké, ik zie hier iemand zitten. Ik weet niet of ik hem kan killen. Hallo meneer. Kan ik jou killen? Zou heel erg leuk zijn. Come on, don't do that man. Oké, thanks. Hoppakee, die is down. Laten we even alle shit oppakken. Komt er iemand in mijn back of niet? Dat is de vraag. That's the frog, Mansen. Oké, laten we die even daar neerzetten. We hebben hier twee fireballs. En als je misschien afvraagt, Ekkie, wat is dit voor game mode? Wat is Hypixel Sky Clash? Dat is een minigame waar het eigenlijk een beetje... hoe moet ik het uitleggen? Oké, het is eigenlijk een soort... ja, Skywars, maar dan met allemaal extra power-ups en allemaal voor zulke dingen. Dus ik vind het heel erg vet. En vind jij dat ook vet, druk dan even op het like-knopje. Dan weet ik gewoon dat jullie support op deze serie hartstikke awesome is. Dus doe dat gewoon even. Oké, oh nee, hij is gewoon onzichtbaar. En nu wil ik jou killen. Hoppakee, GG mensen, we hebben de potje gewonnen. We hebben volgens mij 2 kills maar. En een win. En hij zegt reach. Ja, echt dikke reach. Oké, mensen, ik zie jullie in potje nummer 2. Oké, mensen, wij zijn aangekomen in potje nummer 2. Hier op de map waar ik de naam niet van weet, maar dat maakt helemaal niks uit. Dan ga ik denk ik langzaam in deze serie wel kennen. Maar dat vind ik een beetje wat op dit moment van mijn kanaal. En ik weet niet of jullie er mee eens zijn, maar het zal allemaal wel. Ik heb eigenlijk nu een vast schema van mezelf. Ik heb gewoon een vast schema hiernaast me staan op een docsbestandje. Welke series er allemaal gaan komen. Alleen, ik ben eigenlijk zo van... Ik ga het nog niet echt bekendmaken. Ik ga nog niet zeggen welke dag en wat dit en weer dat. Wat ik dan ga uploaden. Je kan misschien afvragen, Ekkie, waarom doe je dat niet? Ik heb dat vaker gedaan op mijn kanaal. En uiteindelijk bleek het eigenlijk niks te zijn. Uiteindelijk was het meer zo van... Het was gewoon weer dezelfde vuilnisbak wat het eerst was. En ik had gewoon gelijk weer verprutst. Dus dat wil ik gewoon niet krijgen. Dus stel ik hou het gewoon een week, twee weken vol. Dan breng ik het gewoon uit. En jullie zien vast ook wel gewoon uit de dagen welke video's er online komen. Dus ik ga gewoon over 2 weken als ik gewoon al mijn video's online knal. Gewoon dezelfde dag wat ik gewoon ook wil. Dat gooi ik gewoon online. En ik denk gewoon dat jullie dat ook gewoon fijn vinden. En dat ik dan gewoon houvast heb. Ik denk dat ik het dan zeker uit mezelf weet dat ik het gewoon kan volhouden. En ik vind dat gewoon fijner dan dat ik nu zeg, wow, ja, ik ga die dag uploaden. Terwijl het er straks helemaal niet komt. Want voor jullie, ja, ik weet niet. Ik wil gewoon
voor jullie kijkers gewoon weten wat er allemaal komt en wat er komen gaat. Ik vind dat gewoon belangrijk. Jullie horen dat te weten en ik vind dat gewoon... Ja, ik ben er gewoon voor jullie kijkers. Oh, Ekkie, wat ben jij toch lief. Ik vind zo... Thanks. Oh my god, oké. Okay. Ik heb hier speed, oké, dat is lekker. Absorption, let's go. Die zetten we daar neer. Ik ga lekker met een Iron Sword fighten. Ik vind Iron Sword wel even lekker om mee te fighten, dus waarom zou ik het niet doen? Oké. Ik zie hier twee mensen zitten. Ik weet niet wat... Oeh, OP chests, Ender Pearls. Let's go, die zijn voor Ekkie. Hey. Oké, instant health, die zetten we ook hier lekker neer. Regeneration. Ja, kan er ook nog wel bij. En ik zie hier ook nog een goede chest zitten. Golden apples. En die. Oké, nou, mensen, dit kan gewoon niet meer fout gaan. Laten we die boog even hier neerzetten. Want ik gebruik eigenlijk zelf helemaal geen boog. Want ik ben er niet heel erg goed in. En ja, ik kan het gewoon niet. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Oké, laten we even een golden appeltje eten. En laten we een absorption gooien. En laten wij er dan denk ik voor gaan. Let's go. Hallo meneer. Mag ik jou misschien proberen te killen? Dat zou ik heel erg leuk vinden. Oké. Oh nee, nee. Oh, holy shit. Oké, come on. Can I kill you, man? Oké, die is down. Laten we die even gooien. Hoppakee, instant health. Oké, top. Had hij iets beters wat ik kan gebruiken? Dat is de vraag. Oké, power 3. Die laten we wel even in onze inventory staan. Oké, een fire aspect. Iron sword. Nou, dat is mooi. Oké, top. Oké, we gaan even kijken waar allemaal mensen zitten. Ik weet by the way niet of er nu iemand op spawn zit. Als er iemand op spawn zit, ben ik best wel een lul. En dan is het echt gewoon rip. Holy shit. Maar dat maakt helemaal niks uit. Oké, let's go. Diamond boots. Fire spec zit daar ook op. Oké, nou, volgens mij hebben we een redelijk soort. Een redelijk goed soort ook. Dus ja, weet je, de pret kan het gewoon niet drukken. Oké, ik leef. En er leeft nog één iemand. En ik zie hem daar zitten. Is er speed? Dit is speed. Zeker weten. Oké, laten we die kant op gaan. En laten we... Nee, dit meen je niet. Ekkie is de noob in Ender Pearls. Oké, dit meen je niet. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vond je deze video tof? Druk dan even op het like knopje hier beneden. Dat zou awesome zijn. En mensen, ik zie jullie in de volgende video. Later mensen.